Helemaal en wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ben ik precies 40 weken zwanger. Dus echt nu 40 weken. Dit is mijn uitgerekende datum, 6 mei. Maar voor nu zit alles nog goed. Ik heb ook een afspraak ingepland voor wanneer ik 41 weken ben. Dan krijg je zo'n hartfilmpje en kijken of alles nog goed zit. Mijn eerste zoontje die kwam natuurlijk ook laat, dat was ruim 41 weken. Dus ergens verwachten we dat deze ook wel iets later komt. Tenminste, ik had verwacht dat deze een week eerder zou komen. Totdat die week voorbij was. Toen dacht ik, nee oké, deze komt ook met 41 weken. Dat kan niet anders. In een eerdere video had ik het erover dat ik het idee had om namen te gaan delen. Waarvan we dachten, nou misschien kan dit het worden. Maar toen dacht ik, nee, mensen zitten daar niet op te wachten. En toen zeiden zoveel mensen, jawel, dat lijkt me zo leuk. Welke naam heb je in gedachten? Dus hierbij de video met de namen die het niet zijn geworden. Sterker nog, we hebben eigenlijk nog steeds geen naam. En misschien zit de naam er wel bij in dit lijstje. Ik heb een hele erg sterke voorkeur naar twee namen uit dit lijstje. Alleen met John en ik zijn het er niet over eens. Plus, ik wil gewoon kijken wanneer hij geboren is. Voelt deze naam oké? Is dit puntje, 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 puntje? Of is dit puntje, puntje? Weet je? Je weet het niet. Revi was heel lang voor ons Eli en dan Xavi. En toen hij geboren werd, dacht ik, dit is geen Eli. Het is geen Eli. Dat werd uiteindelijk wel zijn tweede naam. Maar uiteindelijk werd het Revi. En Revi heeft nooit op ons lijstje gestaan. Dus dat hele gedoe rondom namen vind ik zo moeilijk. Als je mij langer volgt. Ik weet al vanaf dat ik 14 jaar ben een meisjesnaam. En ik heb laten vallen dat dit zeer waarschijnlijk ons laatste kindje is. Omdat wij beiden nooit echt een droom hebben gehad om een groot gezin te hebben. Maar dan nog voel ik me niet comfortabel om de meisjesnaam te vertellen. Ergens willen we dat nog steeds voor onszelf houden, want je weet gewoon maar nooit. Je weet het nooit. En ik wil het gewoon niet vertellen. Dus vandaar dat ik mijn meisjesnaam ook niet ga vertellen. Wat ik heel erg jammer vind, want misschien zal ik het dus wel nooit vertellen. Anyhow, we gaan het vandaag over de namen hebben die het niet worden. Of misschien wel. Ik heb er heel veel al van het lijstje afgehaald, omdat ik dacht, nee, dat wordt het absoluut niet. Mijn lijstje was heel erg lang. Nu valt het wel mee. Het is niet op volgorde. Dus het is niet zo dat de bovenste naam ook gelijk de naam wordt die, zeg maar, op nummer 1 ook staat. Klinkt dat logisch? Ik hoop het. De eerste naam die op het lijstje staat, dus niet van, nou oké, is James. James vind ik echt geweldig. Alleen, toen was ik laatst bij de speeltuin waar ik 3 keer per week met Revi kom. En toen was er dus een kindje, die heette James. En die moeder was dat zo aan het roepen, James. En toen dacht ik, nee. Ineens had ik zoiets van, dit is hem niet. Het is geen James. Vooraf wil ik dus wel even zeggen dat ik niet een naam probeer zwart te maken of belachelijk te maken. Hij zegt al genoeg dat het op mijn lijstje staat. Dus dat ik er nu van terugkom wil niet zeggen, oh, als jouw kind James heet, haha. Voor mij voelt de naam niet goed. Dat had ik met Revi, had ik dat bijvoorbeeld met de naam Mason. Het voelde zo goed die naam, totdat ik het ineens overal hoorde. En toen dacht ik, nee, dan niet. Ik wil niet zeggen dat ik Mason dan gelijk belachelijk maak of niet leuk vind. Ik heb een beetje het idee dat ik deze statement eruit moet gooien. Want deze video is niet om namen belachelijk te maken. Dit zijn alleen de namen die wij in gedachten hadden. Slash hebben. Want misschien zeg ik nu wel over deze naam, nee, wordt het absoluut niet. En wordt het het uiteindelijk wel. Ik ben gewoon heel erg benieuwd wat jullie van deze namen vinden. Oh, ik word helemaal excited als ik het erover heb. Oké, dat is dus de naam James. En voor nu wordt die het niet. En dat komt puur omdat ik het dus live hoorde. En ik dacht, nee. Dan een naam die ongeveer pas een maand op het lijstje staat. En dat is Denver. Zo ontzettend leuk. En dat komt natuurlijk van La Casa de Papel. Een van mijn favoriete personen uit die serie. Die heet in die serie dus Denver. En ik vind dat zo'n bijzondere naam. Alleen gingen we hem steeds vaker gebruiken. Dus oh, we moeten nog een kast voor Denver. Oh, we moeten nog die commode bla 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 voor Denver. Ik ga even wandplankjes halen voor de kamer van Denver. Hoe vaker we het gebruikten, hoe meer ik dacht, het past niet. Ook de combinatie van Revi en Denver vond ik gewoon net niet kloppen of zo. Niet dat ik wil dat het ruimt of zo, maar het paste gewoon niet. En dat vond ik zo jammer, want het was echt een tijd in mijn hoofd was dit baby Denver. Maar nee, toch niet. En dat vind ik ergens heel jammer, want ik vind het wel heel erg uniek.
Dan komen we aan bij de naam Noël. En dat komt door kerst. Ik weet dat ik jaren geleden mijn eerste Bath & Body Works kaars kocht. Toen was ik 18 jaar en op die kaars stond Bush de Noël. Ik heb geen idee, ik spreek het helemaal verkeerd uit. Maar mijn focus ging uit naar Noël. En dat vond ik zo ontzettend mooi dat ik dacht van nou, een jongetjesnaam. Oh, Noël, dat klinkt wel heel erg mooi. Maar wat me dan weer tegenhoudt bij Noël is dat het volgens mij op dit moment best wel ook een trending naam is. Dus hij komt best wel vaak voor. En ik wil niet dat mijn kind straks met 3 andere Noëls in de klas zit, bijvoorbeeld. Dus Noël en dan ja, 4 kinderen steken hun hand op. Maar Mitchell zegt, nou, ik ken echt niemand met die naam. En ook niemand die nu geboren is met die naam. Dus het zou allemaal wel meevallen. Dus ik weet niet, het is nogal dubbel. Ik vind het een hele mooie naam. Maar ik hou niet van die mega populaire namen. Dus dit is een naam die we nog niet uitgesloten hebben. Maar het is wel echt een twijfelgeval. Dus Noël. Dan heb ik 2 vormen van een soort van dezelfde naam. De een is Deen. Op die manier geschreven en andere op die manier. Ik zal het in beeld zetten, want anders is het heel erg moeilijk. Vooral de combinatie met de Y vind ik heel erg mooi. Maar tegelijkertijd doet het me heel veel denken aan Deen de supermarkt. En ik heb heel snel, wanneer ik een associatie heb met een naam, dan hoor ik alleen maar dat. En dan kan ik een naam ook niet meer anders zien dan dat. Dus Deen is voor mij nu een supermarkt. En dat vind ik heel erg jammer, want toen ik het zag met de Y, dacht ik echt, wauw. Zo mooi. Revi en Deen, dat staat ook leuk bij elkaar. Maar Deen, nee. Dan komen we aan bij Nolan. En Nolan vind ik ook heel erg schattig, maar tegelijkertijd voel ik hem niet. Ik las hem volgens mij ergens en dacht ik, oh, die zet ik op mijn lijstje. En eigenlijk heb ik er nooit meer echt naar omgekeken. Hij staat er nu ook op en dan denk ik, wat doet hij daar eigenlijk? Nolan wordt het dus sowieso niet. Ook niet heel misschien, die wordt het echt niet. En eigenlijk geldt dat ook op de volgende naam op het lijstje, Jona. Of Jona, het is net hoe je het uit wil spreken. Ik vind Jona, zeg maar met de J, mooi. Maar dan wel geschreven met de Y. En dat is een naam dat ik denk, nee, nee, toch gewoon net niet. Dan kom ik aan bij Ilan. En Ilan vind ik echt prachtig. Vooral in combinatie met Revi. En we hadden natuurlijk Eli voor Revi. En Ilan lijkt er dan wel op. Dus Ilan, I don't know. Het is, ik zag het bij iemand voorbij komen op Instagram. Haar partner heet zo. Dus niet hun kind of zo. Maar gewoon een volwassen man. En ik dacht, wow, dat is ook echt wel uniek. Tenminste, ik kende die naam niet. Ik volg diegene ook niet. Ik kwam het toevallig tegen. En toen dacht ik, oh, meant to be, die naam moet ik opschrijven, want anders was ik hem geheid vergeten. Maar Ilan, ik weet niet, ik voel hem wel. Maar er is 1 ding wat ik heb bij die naam. En ik vind dat je een naam ook krachtig moet uitspreken. Kijk, als ik boos ben op Revi, dan is het Revi. Weet je, het gebeurt niet vaak, maar het moet wel kunnen. En bij Ilan heb ik het idee, het klinkt zo lief. En ook Ilan, je kan niet krachtig Ilan, ja oké, okay. Als ik het nu zo zeg, denk ik, het kan eigenlijk wel. Het is maar net of je het wil. Ilan, niet doen! Ja, oké, okay, nou ja, eigenlijk kan het dus wel. Ilan, ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Dan een naam die er qua klank, nou oké, okay, lijkt er eigenlijk helemaal niet op. Leo of Leon vind ik heel erg mooi. Ik vind Leo echt een superleuke naam. L-I-O. Een vriendin van mij die dacht dat ik het dan zou schrijven als L-E-O. En toen zei ze, ben je dan niet bang dat mensen het als Leo gaan uitspreken? En toen dacht ik, ja, daarom schrijf ik het ook met de I. Want Leo vind ik dan niet echt mooi. Maar Leo vind ik echt een superleuke naam. En met een N erachter, dus Leon, vind ik ook heel mooi. Maar dan krijg je dus weer Lion. En dan denk ik, ja, zo spreek je het niet uit. En ik vind het heel vervelend als een naam op meerdere manieren zijn uit te spreken. En dat je dus altijd verwarring krijgt. Ik vind het nu al heel vaak vervelend als mensen Revi Ravi noemen. Want dan denk ik, er staat zo overduidelijk een E. Er staat geen A. Waar haal je die A vandaan? Maar Leon schrijf je natuurlijk als Lion. Dus die verwarring snap ik dan wel. Maar ik vind Leo echt een hele leuke naam. En ik denk dat het ook weer heel leuk staat bij Revi en Leo. Dan een naam die er af mag. Want nu ik hem lees, vind ik hem niet leuk. Dat is Aram. Die zag ik op het nieuws voorbij komen. Volgens mij doet hij wel eens zo'n zegje. Dat hij mag uitleggen wat er gebeurt met zo'n oordop in. En ik vond die naam leuk. Tenminste mooi, maar niet voor ons kindje. Dan komen we bij Odin. En Odin vind ik ook heel erg... Is dat niet iemand die nu op dit moment bij X on the Beach zit?
waarom associeer ik dat er gelijk mee? Daar heb ik de naam namelijk niet van. Maar nu ik het uitspreek, denk ik, eeuw, zit hij daarin? Niet dat hij eeuw is, maar snap je? Ik heb weer die associatie met Dane, de supermarkt, Odin. Volgens mij zit hij daarin. En dat is eigenlijk zo'n verschrikkelijk programma. Odin. Nee, nee, die halen we eraf. Dan kom ik aan bij Aino. En hoe ik hem zie staan geschreven, prachtig. Maar nu ik hem uitspreek, denk ik ook, nee. Klinkt meer als I know op zijn Engels. Nee, is hem dus ook niet. En de laatste die er dan op staat is Lee. Gewoon Lee als zijnde L-E-E. Superleuk. En ik denk ook dat die op dit moment niet heel veel voorkomt. Je hebt natuurlijk wel Levi en dat soort dingen. Maar Lee komt niet heel vaak voor. Alleen X-Liz, mocht je dat nog niet doorhebben. Ik probeer het heel erg altijd te verbergen in video's en zo. En ik heb mezelf dan ook aangeleerd om anders te praten. En je zou denken, Lee heeft niks met slissen te maken. Maar toch, die bepaalde klank achterin kost mij gewoon moeite om goed te zeggen. En het zou een beetje vervelend zijn als ik dan constant eerst moet nadenken voordat ik zijn naam zeg, voordat ik het zeg. Ik weet niet of meer mensen dit hebben, maar voor mij is dat gewoon best wel moeilijk. Niet dat ik Slee ga zeggen of zo, maar het is wel, ja, ik weet niet. Ik moet er gewoon over nadenken om het te zeggen. Dus ondanks dat ik het heel erg leuk vind, kan Lee het daarom niet worden. En dat zijn dus de namen die op het lijstje staan. Ik wil niet zeggen dat het een van deze namen wordt, maar ik kan ze ook nog steeds niet allemaal uitsluiten. Het wordt echt een beetje een gevoelsmomentje dat wanneer hij geboren is, dat we dan denken, dit is een ding. Dit is zijn naam. Revi is 3 dagen naamloos geweest. We wisten het gewoon niet. En ik denk dat dat bij deze weer gaat gebeuren. Ik weet het gewoon echt niet. Er zijn ook namen op ons lijstje geweest zoals Mano, Jake, Nathan. Maar die zijn er eigenlijk allemaal weer afgegaan voor specifieke redenen. Of dat je gewoon achteraf dacht, nee, ik voel hem niet. We gaan het meemaken. We weten het gewoon echt nog niet. En ik ben heel benieuwd, wat vind jij van deze namen van het lijstje? Is er één tussen waarbij je denkt, hé, die past echt bij jullie? Of zeg je, hé, wat dacht je van deze naam? Nogmaals, de lijst was heel erg groot. Dus heel veel namen hebben we ook wel gezien, maar dachten we, nee. Laat me weten wat je van de namen vond. Welke denk je, hé, misschien is die het stiekem wel. Als je de video leuk vond, doe je duimpje omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende video. Doei doei! Mwah.